kunnen de verkiezingen veilig doorgaan? Ja. Weet je, corona is niet weg, maar we hebben allemaal maatregelen getroffen. Oude mensen mogen briefstemmen, dus die hoeven niet naar het stembureau. We hebben ook op maandag en dinsdag de mogelijkheid om te stemmen. Normaal stemmen we altijd alleen maar op woensdag in Nederland. En alle stembureaus zijn helemaal coronaproof ingericht. Dus 1,5 meter, handen desinfecteren, een kuchscherm voor de mensen die stembureaulid zijn, die de stempels in ontvangst nemen. Dus ze zijn veilig en ze gaan door. En vindt u dan dat kinderen en jongeren eigenlijk stemadvies moeten geven aan hun ouders? Nou, ik zou het wel heel mooi vinden als kinderen en ouders en jongeren praten met hun ouders over de verkiezingen. En dat ze ook, ja, dat ik me afvraag wat is voor mijn kinderen eigenlijk heel erg belangrijk. En dat die kinderen ook bedenken van, goh, wat is voor de wat oudere mensen nou belangrijk. Dus dat is het denk ik wel. Maar ik denk niet dat je elkaar advies hoeft te geven, maar dat je vooral het gesprek erover moet voeren. Vindt u dat kinderen en jongeren ook mogen stemmen? Ja, je mag in Nederland stemmen vanaf je 18e. Dus jongeren mogen stemmen. En ik hoop ook dat ze het massaal gaan doen. Dat is echt heel belangrijk. Want weet je, 10% van alle Nederlanders is een jongere. Dus je kunt 15 van die zetels hier in de Tweede Kamer bepalen als jongere. Nou, in Nederland mag je dus niet stemmen als je onder de 18 bent. Maar je kunt natuurlijk wel meepraten, meedoen. En ja, dat is ook wat waard. Over de verkiezingen. Er zijn toch een aantal mensen die nu zeggen, ook al is er afstand, zitten toch met z'n allen in een ruimte. En die vinden het toch best wel spannend. Maar waarom mag niet eigenlijk iedereen dan per post stemmen? Nou, omdat als iedereen per post zou stemmen, zouden ongelooflijk veel mensen zijn. Hè, meer dan 13 miljoen mensen in Nederland mogen stemmen. En bovendien, het is natuurlijk niet hetzelfde als dat je naar het stembureau gaat, in een stemhokje, je stem uitbrengt, in je eentje, zonder dat iemand daar invloed op heeft. Als je thuis je briefstem invult, ja, daar kan iemand anders bij zijn. Je kan niet 100% het stemgeheim garanderen. Wat er nu gebeurt, het gaat ook heel erg om jullie. Dus laat van je horen.